klaar? Mijn man wil nu met gezicht in het voorstukje, niet zoals vorige week. Oh nee, maar dat is niet gezegd. Nee. Ik kijk naar een nieuwe vlog. Ik ben Marieke van Meep en Mariek. En vandaag de vader/moederdag cadeautjes die wij dit jaar hebben gemaakt met Kianne. Wij hebben met stiften, porseleinstiften, bekers versierd, die gevuld met Engelse drop. En zo hebben we dat aan de opa's en oma's, dus aan mijn ouders en aan Mitchell's ouders gegeven. We gaan nu nog één setje maken voor een opa en een oma. En dan gaan we die maken en jullie gaan zien hoe we het gaan maken in. He? Ik ga nu de porseleinstiften pakken, want die heeft mijn man nodig om te weten hoe warm de oven moet. Nou, we gebruiken dus de stiften van Edding. Het is voor porselein, glazuurde keramiek, overvast glas. Het is vaatwasmachinebestendig na het inbrengen, maar het mag niet heter dan 50 graden uit mijn hoofd. Snel drogend en te corrigeren voor het inbranden. Het beschilderen 15 minuten voor het inbranden laten drogen. Het moet 50 minuten inbranden op 160 graden in een voorverwarmde oven. En dan laat je het in de oven afkoelen. We hebben nog wat extra bekers. We hebben ook nog steeds heel lang al bekers voor ons staan. Dus die gaan we nu ook doen in theezakjeshouders. Dus onze dochter mag losgaan! Ik keuren. Ja. Oh, hele speciale stift. We doen eerst die voor de open en open. Kijk eens. Dan mag ik op de beker kleuren. Dat is mooi. Is die klaar? Ja. Goed zo. Volgende. Wauw! Ook klaar? Zo. Hele vieze handen. Zie je dat? Hallo. Gaan we eens proberen schoonmaken. Schoonmaken. Ja. En de tafel papa ook meteen doen. Je krijgt het er wel vanaf. Het kost alleen moeite. Nee, hij staat aan. Oh, je hebt hem weer aangezet. Ja. Kijk eens. Hebben we schone vingertjes? Ja, nou mama nog. Je hebt mijn wijsvinger en even poetsen. En dan laten zo. Het zijn gewoon de lotiondoekjes, want ik ruik wat. Nou, onze Picasso is lekker bezig geweest. Wat ik nu nog ga doen is even kusje Kianne erop zetten. En aan de onderkant even de datum. Dus eigenlijk gewoon een maand en het jaar. Zodat je hem later terugziet, dat je kan zien wie hem heeft gemaakt en wanneer. We zijn nu ruim 15 minuten verder. En theedingetjes. Het is altijd theetijd. Die vond ik leuk verzonnen van mezelf even snel. Dus we gaan alles verplaatsen naar de keuken. En dan als mijn man zo klaar is met de dochter lief naar bed brengen, dan gaan ze er ook in. Vraag. Hoe lang moet het in de oven? Dan gaan we opzoeken. Voor 20 minuten inbranden bij 160 graden. We gaan even naar Irene van Joekerie doen naar de nieuwe video te kijken. Maar, oven is klaar! Maar, we gaan alleen de oven uitzetten. Het moet in de oven blijven zitten. Kijk. Hij ziet mij, is ook leuk. Hi! Maar goed, daar zo. Zie je de mok een beetje staan? Die zit gewoon de oven uit. We laten de oven afkoelen. Kijk, onze oven is nu 160 graden. En wachten tot hij op 0 staat. Dan pas komt alles eruit. En dan is het klaar. Ah, schrik niet. Maar goedemorgen. Het is vandaag vaderdag. Dus heb ik de oven nodig voor een ontbijtje. Ik kom ook lekker uit moe worden. Dus moeten de dingen uit de oven, daarom heb ik mijn camera gepakt. Want ze zijn nu wel genoeg afgekoeld. En nu zijn ze klaar.
Hallo. Nou, nu is het dus klaar. En dan gaan we ze zo nog vullen met wat dekkers. En dan inpakken. En dan gaan we hem nu vullen. En dan gaan we hem nu inpakken. Gaat om de vlog af te sluiten, dus dat doe ik bij deze. Ik hoop dat je een leuke vlog vond. Het is dus eigenlijk heel simpel om met een dreumes, maar kan natuurlijk ook met een peuter of een kleuter. Gewoon een leuke beker of schaaltje of bord of te versieren voor vader-moederdag. En in dit geval dus voor de opa's en oma's. Nou, ik hoop dat je een leuke vlog vond. Dankjewel voor het kijken. Like hem als je hem erg leuk vond en deel hem vooral met je vrienden om het te delen en ik zie je graag weer bij een volgende vlog.